zo spontaan en vriend, een mentoring. Als ik nog een kiek vul, ik niet lief. Dan ze sterven met me komen scheden. Ik denk dat ik meteen mijn kans ben woon. Het is er mij op stap, ik vind die knap. Best een echt nog vrede, dat is mijn vol. We zijn hier van Amsterdam Outsider, de RTV in Maastricht, in Café de Pieter. En een jaarlijkse traditie is dat het café helemaal aan wordt gekleed. Iedere keer door een gastkunstenaar. En een van de kunstenaars van dit jaar, de kunstenaar die het café een metamorfose gaat geven, is Paliter. En Paliter staat naast mij. Paliter, vertel eens wat over jezelf. Ja, oké. Okay. En hoe ben je hier toegekomen? Nou ja, ik ben kunstenaar en een geweldige carnavalsvierder. Ik hou heel erg veel van carnaval. En dit is ook mijn stamcafé. Ja. En ik ben hier via Pieke Dassen. Pieke Dassen, beroemd van Ome Willem. Van Ome Willem, ja. En maar vooral zijn poppenspel. Zijn poppenspel. Ja. Maar even de deur toch. Ik ben uitgenodigd en hij zei, jij wordt mijn opvolger. En toen ben ik dit gaan doen. Ik deed het wel al eerder. Ik doe dit al 15 jaar. Dus 15 jaar, ja. Is dit een traditie van jou, dat je ieder jaar... Ja, niet alleen in dit café. Hè. Ik doe meerdere cafés. Diverse cafés wordt dit gedaan. Ook buiten. Oké, okay, ja. Het is echt een carnavaltraditie om cafés op deze manier aan te kleden. Cafés aan te kleden, ja. Flink grote lappen. En dan gewoon veel kleur. Waar is met Piekendas dan de traditie ontstaan dat er een kunstenaar gevraagd wordt? De plaatselijke kunstenaar? Ja, daar onderscheidt zich de Pieter in. Die wilde. Want ik kan me voorstellen dat er ook decorateurs zijn die daar gevraagd worden. Natuurlijk, ja, tuurlijk. Maar Pieter die wilde dat is echt. Leuk. Maar Pieter vroeg echt kunstenaars om dit café aan te kleden. Ja, Pieter deed het 25 jaar zelf. En het was, hij stelde zich de Pieter voor als een kijkdoos, weet je wel, je hebt vroeger al eens een schoenendoos gemaakt. Ja, natuurlijk. En dan kon je zo inkijken. Ja, kleur papier erboven, klein kijkgaatje. En dat helemaal in opging. En dat die decor zo achter elkaar met diepte gaf. Ja, juist. Echt driedimensionaal tv in het oosten. En dat stelde Pieke zich hier voor en zo is het begonnen. En dat heeft hij mij overgebracht. Ik vind dat een fantastisch idee. En de mensen, dit is een klein café, dus je wordt gelijk geconfronteerd met de schilderingen, met de kleur. Met, ja, kom meteen op je af. Kom meteen op je af. En zo heb ik er ook nog een beetje eer van, snap je? Want het wordt wel gezien. Het wordt gezien. En mensen komen speciaal ze hier naar kijken. Hè. Dat hoorde ik. En ik dacht, want ik was hier vorig weekend. De eigenaar van de Pieter, die ook Amsterdammer is en die zei van wat, Outsider Art TV Amsterdam, er komt volgende week een kunstenaar en die gaat traditioneel getrouwd dat die hele café inrichten en aankleden met zijn kunst. Toen dachten wij, dan komen we speciaal naar Maastricht om dat te filmen. Toegepaste kunst, toegespitst op het carnaval. Gewoon humor en lol, maar wel flink veel kleur en maar wel een beetje verantwoord. Hè? Ja, ik sta wel achter mijn dingen, is dan wel toegepast, maar ik vind het zo heerlijk om te doen. Ja, het is geweldig humor dat we zien, hè? Met kippen, met eieren, uitstoelen, pinnen. Het komt eigenlijk, hier is op vrijdag een disco, zogenaamd, bij echt oude mensen, weet je wel. Er staat een oude vent, die staat daar plaatjes te draaien. Met een pick-upje en dan komen, hoeveel cafés ken jij waar vrijgezelle vrouwen gewoon alleen naartoe gaan? Ja. Hoeveel cafés ken je? Ja. Ik ken er niet veel, maar Maastricht sowieso niet. Maar hier wel. Lekker een avond stappen. En ik was een keer op die vrijdag hier en ik was gaan borrelen naar het werk. Ging borrelen
En toen ben ik wat te lang blijven hangen. Oh. En toen begon de disco. En normaal gesproken wil ik dat weg zijn. Maar in ieder geval, ik was er nog. Toen kwam, het werd ineens heel druk en allemaal vrouwen dansen en ik moest ook mee dansen. En, ja. Nou, en op een gegeven moment hoor ik achter mij, Jezus, wat een gekakel, lijkt wel een kippenren hier. En toen plonk was het idee ontstaan voor de siering van het café. Het kippencafé. Ja, ja ook, disco. Ook omdat die eigenaar, dat is eigenlijk de enige man hier. Want de rest is alleen maar vrouw in de bediening. Normaal. Ja, nu ja. Toevallig vanavond niet, maar die zijn gewoon even hier. Ja. Maar en er zijn alleen maar vrouwen. En die vrouwen die heb ik ook allemaal uitgebeeld. Die heb je allemaal uitgebeeld als een kip? Ja, karikaturen gemaakt. Karikaturen als een kip, ja. Geweldig. Ja. Ja, heerlijk. Dus elk jaar ga je gewoon even helemaal uit je dak op een heel andere manier. Ja. Als kunstenaar. Ja, het is wel enorm veel werk. Hè. Dus, ja, dat is een dikke 30, 40 vierkante meter. Ja. Maar het is veel werk, maar ik doe het wel met heel veel plezier. Het wordt niet zo goed betaald. Dit dan! Even nodig! Oké, ik ben even nodig. Nou, goed! Hey, we spreken je later op. Ja? Oké, dankjewel voor het interview. Oké, nou wij gaan als Outsider Art ons ook weer begeven in het kunstzinnig feestgedruis. Outsider Art is dat het zijn outsiders denk ik, toch wel. Het is buiten de traditionele carnavals traditie om met decorateurs op carnavaleske manier allerlei dingen te versieren. Hebben ze bij de Pieter bewust gekozen in de traditie van Pieke Das. U kent hem wel. Van de film van Ome Willem had je dus Aard Staartjes, Jenever, weet even de naam niet, mevrouw, en dan Pieke Das. Die drie kabouters, zeg maar, die altijd bij Ome Willem de boel op stelte kwamen zetten en altijd op een donder kreeg van Ome Willem. Die oude Pieke Das met die grijze baard, die heeft eigenlijk die traditie ingezet, heeft 25 jaar lang dit café gedecoreerd. En wij van Outsider Art TV zijn blij dat we op deze avond weer in 2012 aanwezig kunnen zijn om deze traditie weer in beeld te brengen voor de Amsterdammers. Kom op, we gaan weer. We staan hier nu met Maarten, de eigenaar van Café de Pieter. En Maarten, vertel eens, hoe is dit initiatief zo gekomen? Dat is 25 jaar geleden begonnen. Mijn oom is een geboren Rotterdammer. En ik ben een geboren Amsterdammer. Dus dat kan ook in de familie. Ja, geboren Amsterdammer in Maastricht. Nee, ik ben geboren in Amsterdam. Ja. En ik ben naar Maastricht gekomen. Daar ben ik ook heel blij mee. Ik zou niet in Amsterdam willen wonen. Nee, kan niet meer winnen. Nee, maar dat is wel een geweldige stad. Maar 2-3 dagen, dan heb ik het wel gezien. Ja. Toch? Dan wil ik weer terug naar het zuiden. Dan wil ik weer terug naar het zuiden. En zij hebben dit opgezet, mijn oom en tante. En Pieke Dassen is van oorsprong ook een Rotterdammer. Oude Rotterdammer. En die kenden elkaar van de tijd, 69 denk ik dat het was, ook uit Maastricht. En mijn oma had toen het idee om een kijkdoos te maken van Café de Pieter met carnaval. Ja. En dat heeft hij, ik dacht, 18 jaar gedaan. Je moet niet op een jaar pakken. En die traditie is altijd gebleven. En dat is ook het leuke van dit gebeuren. Dat het is gewoon traditie. Ja. Dus ieder jaar wordt er een kunstenaar gevraagd. Elk jaar wordt een kunstenaar gevraagd om elk jaar iets nieuws te maken. Ja.
Want ik hoorde vertellen dat het wordt al meer gedaan, maar dan wordt het door decorateurs gedaan. Hè, die mensen die ook carnavalwagens maken en zo. Maar dit is echt bij Café de Pieter, worden echt kunstenaars gevraagd om dit op eigen wijze helemaal eigenwijze manier zelf te doen. Ja. Want ik bemoei me ook niet met wat ze maken. Nee. Kijk, je kan wel wat ballonnen ophangen en slingers. Maar dat kan je, dat kan je op elke hoek van de straat kopen. Ja. En dat vind ik het leuke van dit initiatief. En die traditie hebben we doorgezet. Ja. Hey, vertel eens, wat Café de Pieter, wat voor plaats neemt dat in binnen het Maastrichtse, zeg maar? Ik denk dat ik kan zeggen dat Café de Pieter in Maastricht een van de weinige echte cafés nog is. Hier komt alles. Ja. En dat hebben jullie ook gezien, denk ik, nu. Daar komen kunstenaars, advocaten, wethouders. Bijna op zijn Italiaans. Dan zie je ook rechters en stratenmakers. Alles, alles. En het dorpsgek zit allemaal naast elkaar. Ze komen allemaal naast elkaar zitten en die praten met elkaar. En de postbode die komt en die gaat erbij zitten en dat maakt helemaal niks uit. Echt een vrij plaats. Zoals een café moet zijn, vind ik. Ja, ja. Leeflui, maak je geven. Ik heb heel hel gewerkt, ja, dat heb je gezien. En ik ben bezweten in gevals. Maar ja, Panita, Tigio. Je kunt het, hè? Loer, ben je tevreden? Ik ben hartstikke tevreden. We hebben ze wat lang eerder doen en we passen het niet. Maar vind je het leuk? Opdracht geven. Vind je het leuk? Ja, ik ben hartstikke tevreden. Maar ik kan me voorstellen, als je de gast niet gezellig hebt, en op een gegeven moment denk je dat ze van... Wow. Is het dit? Wow. Wow. Nee, joh. Ja, nee, ik heb goede weg te met. Je bent goed. Ik heb goed weg. Dat is een ontgrond. Ik heb het goed. Hartstikke schoon. Chapeau, chapeau. Bravo. Ja, dat is het geweldig show. Bravo. Hartstikke leuk. En het wordt een eer om dat op te hangen. Maar we zien nog niet verder. Dat mag ik niet. Ik wil nog een tegel.